zelf trots op dat we dat hier mogen doen in het centrum van Almelo. Uiteraard wil ik wel de wethouder als eerste binnenlaten. Komt u verder. Dankjewel. Samen met de Stichting Almelo Promotie hebben we dit hier samen opgepakt. Ja, we zijn er blij mee dat we hier op zo'n prachtig punt zitten. Dit is wel de bedoeling dat we dit structureel gaan doen. En met Stichting Almelo Promotie hebben we daar vorige keer natuurlijk al naar gekeken. Nou, nu hebben zij hier ook kantoor. Ja, en ik denk dat dit een fantastisch iets is waar wij met ROC samen ook studenten kunnen ontwikkelen. En Stichting Almelo Promotie zorgt dat wij hier ook bemand zijn. Dat is helemaal top. Stukje met Almelo Promotie, is dat een voordeel? Ja, dat is absoluut een voordeel. We promoten alle twee Almelo, denk ik. En wat een grote voordeel is, is dat zij ook al bemensing hier hebben. En dat we dus met stagiaires kunnen werken. En waarin we dus ook het ROC erbij kunnen betrekken. Dus ja, het is ook nog een stukje maatschappelijk belang. En wij denken dat die publieke belangstelling hier zeker niet minder zal zijn. En zeker als het structureler wordt, dan zul je hier langer, zal er steeds meer gaan komen. Ik sta hier als een trotse, bijna eigenaar van de shop, midden in het centrum. Nee, daar zijn we hartstikke trots op. Almelo Promotie en Heracles, kan dat samen? Dat kan zeker samen. We werkten al heel prettig samen. Nou, je hebt al gehoord, de pop-up winkel vorig jaar met 26.000 bezoekers. Toen zeiden we, we moeten een plek vinden waar we dat succes kunnen blijvend herhalen. En wij zochten weer een plek natuurlijk op de begane grond. We zijn enorm geholpen door de vorige pandeigenaar Herman Hazewinkel dat wij tijdelijk in Ledenboer mochten. En Almeloze ondernemer. En nu zijn we geholpen door zijn buurman Ben Kamp, die dit pand ging herontwikkelen. Dus ja, dat zegt wat over Almelo. Almeloze ondernemers die met ons meedenken om samen die stad verder te promoten. Hoe is de combinatie tot stand gekomen? Er zijn al allerlei samenwerkingen waarbij wij ook telkens Heracles tegenkomen. En vorig jaar hebben we gezegd, zullen we eens kijken of we een tijdelijke fanshop in een leegstaand pand kunnen gaan uittesten. Ja, en toen die weg was, toen zeiden die Almelo's, wat doen jullie nu? Wij zeiden, dat is een pop-up winkel, die gaat ook weer weg. Ja, toen wisten we ook wel, en ook door het aantal bezoekers als we dan een winkel gaan doen, ook om toeristen te informeren, waar we onze materialen hebben, maar waar wij ook Almelo's producten verkopen. Ja, waar kunnen we een mooie plek vinden? En als we dan een partner erbij willen hebben, dan is dat Heracles. Ja. Almelo Promotie samen met Heracles, die samen een winkelpand invullen. Daar ben ik heel blij mee. Een waardevolle toevoeging aan de binnenstad. Die ook door samenwerking tot uiting komt. Hè? Want het ROC, Stichting Almelo Promotie, Heracles die hier samenwerken. Mensen die hier opgeleid worden. Verrijking van de binnenstad. Boven deze winkel komt een reclamebureau. Daar ben ik ook heel blij mee dat het in de binnenstad komt. En zo zie je heel langzaam dat we met elkaar steeds weer nieuwe mooie dingen aan de binnenstad toevoegen. En daar zijn we als college heel blij mee. Fan van Almelo Promotie, maar ook fan van Heracles. En fan van Almelo.